Ik ben Carol Sastro. Ik ben Ronald Blonk. Wij werken voor het platform Gehandicapten Zuidoost. We hebben samen onderzocht of de inrichting van de K-buurt ook geschikt is voor mensen met een beperking. Niet voor alle mensen met een beperking. Want wij schouwen op integrale toegankelijkheid volgens de ITS-richtlijnen. Dat zijn vastgestelde richtlijnen over hoe je de openbare ruimte en gebouwen ontwerpt, zodat ze ook geschikt zijn voor mensen die in hun mobiliteit beperkt zijn. Wij noemen dit BIT, bevorder integrale toegankelijkheid. Daarom zeggen wij BIT eer gij begint. We noemen dit ook wel de fysieke toegankelijkheid. We zijn er een paar dagen zoet mee geweest. We hebben eerst de buurt in kaart gebracht, daarna verdeeld in plekken om te schouwen. We hebben navraag gedaan bij personen in ons netwerk. Alles bij elkaar duurt het ongeveer 4 weken. Schouwen, interviews, foto's ordenen en informatie verwerken. Informatie verwerken houdt in een spreadsheet maken, links eraan koppelen, adviseren, meldingen openbare ruimte doen en communiceren. En dit filmpje maken kost ook tijd. We schouwen vanuit een realistisch perspectief, dus bijvoorbeeld of ik ga naar een ouderavond, of ik ben uitgenodigd op een feestje, of ik moet naar de wc. Daarom kondigen wij schouwen niet vooraf aan. Dit wordt niet altijd gewaardeerd. In principe is voor ons het leven een 24-uur schouw, omdat je geen pauze krijgt van een handicap. Net zoals dat een persoon met een handicap niet vooraf zou moeten aankondigen dat hij zij komt, zodat ze pas dan rekening gaan houden. Wat hebben we geconstateerd? Verpauperde bestrating, tegels die uitsteken. Vaak ontbreken opritjes of verlaagde stoepen. Vaak hoge drempels bij ingangen of voordeur. Steile hellingen. Foute wc's. Maar ook hoe mensen parkeren bij scholen. Laag Kouwenoord en Klieverink zijn compleet validistisch ontworpen. Validisme gaat over het uitsluiten of discrimineren van gehandicapten. Hier hebben alle woningen trappen bij de voordeur. Als je deze trappen niet op kan, moet je via de achterdeur. Dat is niet gelijkwaardig, apart behandeld dus. En bijna overal worden afvalpunten gecombineerd met opritjes. Vaak pakt het nadelig uit voor rolstoelen, want je rijdt door vuil of glasscherven. Buurthuis Bonte Kraai mag van ons volledig plat of moet veel groter worden. Het huidige ontwerp en de inrichting leent zich niet voor goede toegankelijkheid. In de MIVA-ruimte kan het PGSO geen grote bijeenkomsten houden. We hebben soms bijeenkomsten met 20 rolstoelen. Je kan niet zelfstandig de grote zaal in. De gangpaden in de zaal staan altijd vol met obstakels. En de eerste etage van de Bonte Kraai is niet bereikbaar. Dit in een notendop. Jullie hebben nu een indruk. De spreadsheet en foto's zijn al via de mail verzonden. Maar het wordt nog steeds bijgewerkt. En ik hoop het eind oktober helemaal af voor een betere K-buurt. Bid voor een betere K-buurt. Bevorder integrale toegankelijkheid voor een betere K-buurt. Daarom zeggen wij, bid eer gij begint. Einde.